Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor vandaag even een korter filmpje, want ik ben net weer begonnen met het werk. Ik heb gisteren mijn eerste werkdag weer gehad na 3 weken vakantie. In de vakantie dus een rommelmarktje meegepikt, wat leuke nieuwe platen opgehaald. Nog naar Duinrel geweest, wat barbecues meegemaakt. Dus ik heb goed vertoefd. Maar ook daardoor niet zoveel tijd genomen om echt filmpjes voor te bereiden. Dus dit is een beetje een hotspot van dingen die ik vandaag gedaan heb. Ik heb hier wat beelden ingezet op de Oslo-kade, dus bij onze brenglocatie. En daar ben ik dus bezig met de DVD's, CD's en LP's uit te zoeken. Want de bakken waren al redelijk leeg weer. En zoals je ziet zit er weer van alles tussen. Er zijn wat minder goede plaatjes, ook wel weer wat leuke plaatjes bijgekomen. Een van de nare dingen die je dan altijd weer tegenkomt is dat bij de plaatjes waarvan je denkt van oh wauw, die is leuk. Wat een lege hoes betreft, niet hier alleen bij Deep Purple, maar bijvoorbeeld ook bij Pink Floyd The Wall. Vind ik zelf toevallig niks aan, maar het zou leuk zijn voor een ander als die compleet was. Maar daar mist dus weer een van de twee platen. En zo gaat het maar door. Als ik daar aan de Oslo-kade ben, dan loop ik dus altijd ook even naar de omringcontainer. Dat is een container waar defect elektronisch materiaal in komt. Maar ook vaak gooien mensen er onwetend goede dingen in. En daar kijk ik altijd even in. Alleen hij was net geleeg, dus er zat niet zo heel veel bij vandaag. En wat ik ook doe is altijd even naar de buren, naar de vuilstort, om te kijken of daar nog iets weggegooid is. En daar heb ik een grote stapel Pokémon-kaarten nog uitgehaald. Wederom niet mijn ding, maar ik weet dat er liefhebbers voor zijn en dat er soms ook nog wel dure tussen kunnen zitten. Dus dat is wat ik allemaal gedaan heb. En wat ik al zei, er zijn best wel leuke platen binnengekomen. Weer variatie van pop, wat hebben we, jaren 80 wave, wat hard rock, van alles en nog wat. Dus wat Stones, wat Beatles en nou, noem maar op. En ik heb daar zelf ook even 4 plaatjes uitgetrokken. Ik weet nog niet of ik ze koop. Maar ik ben wel even nieuwsgierig. Dit zijn dus wat er binnengekomen is. Nou, er zaten best wel leuke titels tussen. En dit zijn voor mij de meest bijzondere en waar ik even wat meer aandacht aan wil besteden. We hebben hier van Yukihiro Takahashi. Yukihiro Takahashi, Wild and Moody. Ik vind het ten eerste een hele leuke hoes. Achterkant staat hij ook met een soort van rare krokodillenpoppen. En volgens mij is dit weer zo'n meneer die vroeger elektronische muziek vervaardigde. Weet ik dus niet zeker. Maar de naam die komt me ergens bekend voor. Dus was ik nieuwsgierig naar om even te kijken wat dat nou precies is. De volgende is van Public Image Limited, Happy. En afgekort noemen ze die band ook wel Pil. En Pil, dat is dus weer een soort van, ja, New Wave band waar Johnny Rotten, oftewel Johnny Lydon van de Sex Pistols, later in is gaan zingen. Dus dit heeft ook weer een beetje die punk-referentie, alhoewel het geen punk is. Dus ik ben niet heel erg bekend met hun werk, ik ken een paar nummers. De ene vind ik wel leuk, de andere vind ik een mwah. Maar ik kan niet zeggen dat ik dit album ooit gezien heb. Meestal is degene met de Pil-logo op de voorkant die je nog wel tegenkomt. Deze heb ik nog niet eerder gezien, dus ook weer leuk om even te kijken. De volgende LP hebben we Hare. En dan hebben we het niet over Hare Krishna of Hare Majesteit, maar de musical Hare. En die musical is natuurlijk niet alleen in het Engels uitgebracht, maar ook in meerdere talen. En dit is dus een Duitse plaat. En de nummers zijn dus ook in het Duits. Ich bin reich, back up. Ha, nein, sagt sich so leicht. Und so weiter. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Het is een beetje een hippie musical. Hè? Dat gaat dan over het verhaal van Jezus. Maar in een hippie jasje gestoken. Het verhaal van Jezus, of was dat? Nee, dat was die andere. Sorry, ik haal dingen door elkaar. Maakt niet uit. Hippie musical, dat klopt wel. Hoe heet die andere dan ook alweer? Kom ik nog wel op. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoe dat in het Duits klinkt. En de laatste waar ik toch wel nieuwsgierig naar was, is deze. En dan moet ik even ook weer heel goed lezen. Dubrovaski Trubaduri. En het album heet Mi Prepuni Smo Lubavi.
En als ik dat hier zo, zo zie, kijk, dat zijn jonge mannen die staan in een frappant pak op de voorkant. Dus ik dacht eerst van, dit is vast een ik denk als ik het hier zo zie, Jugoton, ja, Joegoslavisch. Dus ik dacht van, het is vast Joegoslavische volksmuziek. Maar toen heb ik even één nummertje opgezocht en het bleek beatmuziek. Dus jaren 60 beatmuziek, hè, dat is, zijn dingen zoals de Beatles en zo, dat is beatmuziek. Maar dan dus in het Joegoslavisch. Luisteren lijkt wel interessant. En nou, wat verder ook nog wel interessant. Ik ben afgelopen vakantie ook jarig geweest. Jullie kringloopvlogger is 39 geworden. Heb van alles ook gekregen van mijn moeders en van vrienden en dergelijke. Waaronder bijvoorbeeld dit nieuwe petje. Maar ook nog twee aparte dingetjes die ik jullie ook niet wil misgunnen. Nummer 1. Pak ik er even bij. Want ik mag altijd bij mijn publiek graag een wit voetje halen. Ik heb een voet gekregen, dus ik kan, vanaf nu kan ik een voetnoot plaatsen. En wat kan zijn, een wit voetje halen, mij uit de voeten maken, et cetera. Geen idee, misschien dat dit bij een iemand die in steunzolen handelt of zo, misschien op de balie heeft gestaan. Geen idee, maar die was dus bij ons in de kringloop binnengekomen en die heb ik gekregen van een collega. Wel grappig. En de grote klapper, die zal ik even ophalen. Daar zijn we weer. Dat heeft te maken met dit. En daar heb ik al eens een keer... Sorry, ik heb jeuk aan mijn neus. Stof van het werk vandaag. Hier heb ik het al eens over gehad. Ghostbusters. En dit is de Marshmallow Man. En die had ik al wel, maar van de originele lijn. Dit is dus niet de originele Marshmallow Man. Maar dit is eentje uit 2017 van Playmobil. Dus je ziet ook, hij is net even anders... Dan de jaren 80 variant van, ik weet niet wie je gemaakt had, de Kenner geloof ik, weet ik niet zeker. Maar die zat er dus bij. Maar het leukste is, ik zal alvast even een geluidje. Nou, die doet het dan niet zo goed. Wat het wel goed doet, zijn de lichtjes. Dat is een Ecto-1. Dat is dus de wagen van de Ghostbusters. En er zitten dus wat geluidjes en wat lichtjes in. Wat friemeltjes erbij, zeg maar, van er heeft tot een spook iets gedaan heeft op de auto. Maar die had ik ook al wel, ook weer van die originele lijn. Maar dit is dus tevens weer Playmobil. Als je kijkt naar de mannetjes aan de binnenkant, dan zijn dat Playmobil mannetjes. En je kan het dak kan je eraf halen. En dan kan je dus de binnenkant zien. Zit er ook nog een vrouwtje in. En ook wel leuk... Ja, dan moet ik hem even goed voor de camera. Dit is zo'n protonpak met geweer. Die ze dus op de schouders kunnen doen. Er zit nog een straal bij. Zeg maar een van die stralen waar ze dan de spoken mee vangen. Nog wat meer van die flubbertjes. Als je ook naar het interieur kijkt. Ja, het is nou een beetje rommelig. Maar je ziet hier ook wat een beetje lijkt op melkbussen. Maar dat is, daar zijn dus dingen in feite... om die protopak zo op te hangen. Dus tot, hier kunnen vier mannetjes in tot ze allemaal zo'n pak hebben. Er zit ook een vrouwtje bij in pak. Het grappige van de bestuurder vond ik ook nog wel. Die is al te pakken genomen door een spook. Dus die zit al onder de smeur, zo gezegd. En ook wel grappig, heb ik ook het origineel van, maar ook weer niet. In Playmobil, nu wel. Slimer. Dus een kleine Playmobil Slimer. Ik wist helemaal niet dat dit spul er was. Ik, wacht even, want ik ben de hele tijd aan het rommelen en aan het doen. Dan kunnen jullie nauwelijks zien hoe het ding eruit ziet. Ik zal nog even een... Gaat dat goed? Ja, dat gaat goed. Dus het dak kan je er gewoon weer op klikken. Maar dat jullie nog even goed kunnen zien hoe die eruit ziet. De zijkant. Dat is dus... dat waren vroeger had je... oude lijkwagens omgetoverd tot ambulances en zij hadden dus in de serie zo'n ambulance overgeschilderd en vermaakt tot spokenjaagmachine. En op de bovenkant zie je dan ook allemaal dingetjes ervoor, weet ik veel. Als je de film kijkt, dan weet je wel wat de dingetjes doen. En de achterkant, hij lijkt dus heel erg op diegene waar ik al eens een keer een vlog over heb gemaakt. Maar... de Playmobil variant. Dus ik wist niet dat die er was. Ik wist wel dat er eentje van Lego was. Vrij duur ook. En doordat het met Lego gemaakt is, kwam die ook wat minder uit de verf. Maar ik moet zeggen, deze Playmobil rakker. Oh. En zeker met de lichtjes er ook nog bij.
Vind ik echt super, super vet. Dus dankjewel, Roelof. Wederom, deze kwam dus van dezelfde collega. Niet bij ons binnengekomen. Besteld via internet. De jongen weet waar hij het moet halen. Dus, ik heb weer een paar muziekjes te luisteren. Ik heb weer wat om bij de collectie toe te voegen. Ik heb weer wat om er zonder te overdenken, want de vakantie is afgelopen en we moeten gewoon weer aan de slag. Maar dat betekent dus ook dat jullie binnenkort hopelijk weer voor volle bakken bij ons komen. En ook in mijn hoekje er weer het een en ander leuks voor jullie ook bij staat. Dus bij deze kom gauw weer eens een keer kijken. Dat was het voor nu. Vind je het leuk wat we doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om je spullen langs te komen brengen aan de Oslokale nummer 1 te kampen. Of je spullen te kopen aan de Ambachtstraat nummer 3 eveneens te kampen. Jongens, nogmaals hartelijk dank. Tot de volgende keer. Cheerio.